Vorige week hebben we je laten zien hoe je op een iPhone apps kan uitzetten die veel data gebruiken. Zodat je dus flink wat bespaart op je MB's per maand. Dus als allereerste willen we even onze excuses aanbieden. Vanaf nu gaan we gewoon alles tegelijk doen. Dus als we een iPhone truc hebben, dan laten we die ook op Android zien als dat mogelijk is. En andersom. Maar vandaag ga ik hem even laten zien op de Android. Het is eigenlijk heel erg simpel. Je gaat eerst naar je instellingen toe. Ik zit al in mijn instellingen. Dan ga je naar datagebruik. Mobiele datagebruik. En dan krijg je dus een overzicht te zien welke apps nou het meeste data verbruiken. Ja, en als jij bijvoorbeeld zoiets hebt van ik wil echt flink wat besparen. Kijk, je ziet dat Facebook bovenaan staat. Die verbruikt dus het meeste van alle apps. Dan kan je die dus uit gaan zetten. Dus dan druk je even op bijvoorbeeld Facebook. En de achtergrondgegevens staan nu nog aan. Wat betekent dat? Op het moment dat de app niet open staat op je scherm, dan krijg je nog steeds data binnen. Dus berichten, posts, foto's, noem maar op. Die slaat hij op tijdelijk op je telefoon. Maar die worden wel binnengehaald via je mobiele netwerk, via je mobiele data. En dat is dus hetgeen wat heel erg veel MB's kost en waardoor de kosten ook hoog kunnen oplopen in een maand. Het is heel eenvoudig. Zet gewoon het vinkje bij achtergrondgegevens uit. En dan zal je op de achtergrond dus geen gegevens meer downloaden, tenzij je binnen een wifi-netwerk bent. Nou, dat kan je bij verschillende apps doen. En je zal zien dat je echt enorm veel gaat besparen op je maandelijkse MB's. Vond je deze tip nou handig en wil je graag meer van dit soort dingen zien? Vergeet je dan niet te abonneren, geef even een duimpje omhoog, laat een reactie achter. En mocht je nog tips hebben of verzoekjes, laat het even weten in de reacties. En dan zien jullie de volgende keer. Dat is handig!